Goedemiddag. Bij mij staat pastoor Tom Schelkes. Dag Tom. Jullie streamen elke week de Eucharistieviering. Kent dit een succes? Ja, ik hoor in ieder geval heel wat positieve reacties. En ik heb toch van Morsel TV zelf gehoord dat er toch tot 1000 mensen naar kijken. Dus dat is een mooi succes. Waarom was er deze beslissing genomen? Door het COVID-19-coronavirus heel waarschijnlijk. Ja, dat was nu de aanleiding. Hè. In feite waren we achterliggend al wel van plan om missen te streamen voor de mensen in de rusthuizen. Mensen betrokkenheid bieden is toch belangrijk. En ja, in deze tijd natuurlijk, ja, er is niks anders. Dus nu moesten we wel. Voilà, de stap is gezet eigenlijk, want het smaakt nog meer heel waarschijnlijk met zoveel kijkcijfers. Ja, absoluut. Allee, ook dankzij de positieve reacties. Mensen voelen toch, het is van dichterbij. Want natuurlijk, de vieringen van Parijs en de bisschop zijn misschien nog wel mooier en sterker. En ik mag die zeker ook aanraden. Maar hier zijn we dichtbij. Hè. Dat heeft ook een bepaalde waarde. Pasen staat voor de deur. Dat is voor jullie een hoogweek. Nu de COVID-19 er is, is er geen vieringen. Hoe gaat u dat oplossen? Ja. We gaan er geen kunnen doen. Hè. Allee, we gaan de paaswaken opnemen en zo samen Pasen vieren. We gaan wel ook naar onze abonnees van Kerkeleven een brief sturen. Mensen die ook naar onze website gaan en zich aanmelden, kunnen ook een paaskaartje, digitaal paaskaartje krijgen. Dus mijnparochie.be. Jullie trekken echt wel goed jullie plan. We proberen ons best te doen. Hè. Elke tijd vraagt andere methodes en andere middelen. Het bisdom heeft ook besloten de communies uit te stellen. Weet je daar al meer van? Voor hoe lang gaan ze deze nog kunnen plaatsvinden? Het is in ieder geval, ze zijn allemaal uitgesteld. Zowel de eerste communies als de vormsels. Geen enkel gaat doorgaan voor Pinksteren. Ook niet voor de grote vakantie, dat is onmogelijk. De planning is om de eerste communies te doen tussen 15 augustus en 31 oktober. En de vormsels tussen 1 september en 31 oktober. De concrete data zouden beschikbaar moeten zijn vanaf juni. Maar wij proberen vroeger toch al een beetje zicht op de zaak te krijgen. Jij zit ook in het bestuur van de Mortense voedselbedeling. Gaat deze nog wekelijks door en hoe wordt dat dan gedaan? Wel, die is juist terug opgestart. Dus gisteren zijn wij opnieuw in actie geschoten. Alleen brengen we de voedselpakketten nu naar de mensen thuis. En dus er zijn twee verschillen. Het eerste is dat je dus niet meer helemaal kunt kiezen. Al weten we wel, een aantal klanten kennen wij. Die mag geen vlees of wel vlees of geen chips en halal en zo verder en zo verder. Dus we houden rekening met het pakket samen te stellen. Maar het pakket wordt samen of thuis gebracht. Niet afgegeven natuurlijk, voor de deur, alle maatregelen en zo verder. Maar we zijn wel blij dat we dat terug hebben kunnen opstarten, ja. Tom, bedankt voor dit interview. Je bent goed bezig. Hou het zo. Dank je wel.